Nee, ik wil het niet zien. Ik wil het echt niet zien. Ik ga weg. Ik ga weg hier. Welkom, dames en heren, jongens en meisjes, bij een gloednieuwe aflevering van Tijdreizen. Vandaag zit ik naast mijn grote vriendin Dionne. Yay! Hoi! Hoi, lieve onderfluit. Dionne! In Tijdreizen gaan we terug in de tijd om de historie van ons prachtig mooie YouTube-landschap nog eenmaal uit den oude doos te trekken. Wij hebben vroeger, dat weet je misschien niet meer, maar een tijdcapsule begraafd. Daar hebben we allemaal dingen in gedaan waarvan we dachten, over 10 jaar is het leuk om dat terug te zien. Ik wil even terug naar jouw kinder. Oh jee. Toen was jij nog niet met YouTube bezig. Nee, toen was ik niet met YouTube bezig. Maar toen was je wel bezig met entertainen. Ja. Wat is dit? Ik deed klassiek ballet. Dit was mijn balletpartij. Kun je nog steeds dat? Pas wel. We kunnen er niet omheen. Nee. Anorexia. Dionne. Ja. Jij hebt anorexia gehad. Zooi. Ja. En ja. Nu heb je dat niet. Nu heb ik dat zeker niet. Ik ben al sinds 2010, gaat hartstikke goed met me. Ja. Nou, dat is al 9 jaar. Maar jij was ook toen je op YouTube zat, was je net van de anorexia. Ja, dat werd eigenlijk een soort van mijn nieuwe uitlaatklep. Oké. Dus. Eigenlijk heeft YouTube jou van je anorexia deels afgeholpen. Ja, want ik moest het vervangen met iets anders. Want dit was een soort van mijn obsessie. En je moet het toch omzetten in iets positiefs. Ja. Dat werd YouTube. Zou je dit nu nog plaatsen? Nou, ik zou dit niet plaatsen. Misschien in mijn stories, weet je wel. Want ik vind het wel belangrijk. Maar ja, zolang je maar gezond bent. En wat vind je dan van, zeg maar, mensen die dan weer oversized zijn? En die daar heel erg mee zo van, maakt niet uit, je zit toch lekker in je vel, je bent dik, maar het maakt me niet uit. Nou kijk, zolang je gezond bent, is het goed. Ja, maar als je niet gezond bent? Als je ongezond bent, ja, dan is het ook aan jou om er iets aan te doen. Maar ik vind het ook niet erg als je, kijk, ik vind alleen dat je dat dan niet moet stimuleren bij anderen. Nee. Want dan ga je dood aan dichtgeslipte aderen. Dat is ook niet goed. Ik lach erom, maar het is helemaal niet grappig. Nee. Kijk, ik heb een video van jou gezien. Hi, ik ben Dionne. Ik ben 20 jaar oud. En het lijkt me dus leuk om een blog bij te houden. Jij hebt heel veel offline gehaald. Heel veel. Waarom haal je alles offline? Nou, weet je wat het is? Fuck, zo kan ik dit programma niet maken. Nee, ik ben bedankt. Heel blij daarmee. Ik begon met Dionnetje 1990, dat weet je. Ja, zeker. Zo heette mijn kanaal. Heerlijke tijden waren dat. Heerlijke tijden. Dionnetje 1990. Eindelijk een keer lekker wijf op YouTube, dacht ik, in die tijden. Nee, maar dat was wel, kijk, het was wel in de tijd dat er gewoon ook weinig vrouwen op YouTube waren. Er waren alleen maar lullen gewoon overal. Precies. En toen kwamen we in één keer Dionnetje 1990 en Teske. En toen dachten we, kijk, nu gebeurt er wat. En ik was 13 of zo. Jij was 20. Ik vond het echt schaamteloos. Mijn content, ja, ik weet niet. Ik wist niet waar ik mee bezig was. Nee, maar ik ook niet. Maar ik heb het er allemaal nog op staan. Ik denk, het is onderdeel van wie ik was. Maar weet je wat? Jij was een kind. Ik was 20. Jij hebt nog het excuus van ik was 13. Joehoe. Ja, precies. Ik niet. Ja. Ik wilde ze gewoon offline hebben en toen ben ik onder die begonnen. Toen dacht ik, weet je wat? Klaar ermee. Nieuwe start. Nieuwe start. Zo zag jouw kanaal eruit. Oh, hoe kom je hier aan? Mooi, hè? Nou, ik kan me dit... Ik weet dat het er zo uitzag, maar dat heb ik lang niet gezien. Hey, maar waarom in godsnaam zo achterlijk lelijke... Je was 20, je had het kunnen weten. I know. Je had gezond verstand. Nou, volgens mij was dit tijdelijk. Ja. Ik weet het niet meer. Hey! Hallo allemaal! Mensen! Hi. Dit is de tweede aflevering van... Dit is zo raar! Deze nieuwe challenge is door jullie gekozen. Oh lord! Je had er wel heel veel zin in hier ook. De babyfood challenge. Ik vind het echt heel gênant. Ik vond het wel cool hoor, zo dit aan de zijkant zo... Ja. Jij hebt nu ook. Ja, daarom. We zijn wat dat betreft. Ik denk jou gewoon achteraan gaan. Ik ben ook 20, dus... Ja. Maar dit je is nagaan gewoon... dat je 20 bent en deze video's maakt. Ja, maar ik doe dit ook nog steeds. Nou, niet meer. Hè. Ik vind tattoos natuurlijk wel heel mooi. Over tattoos gesproken! Holy shit. De tijdcapsule. 10 jaar geleden, hoeveel tattoos had je toen? 10 jaar geleden had ik er precies... Nul. Nul. Echt? Ja. Lekker.
Leuk! Jee! Ja, ja. Oh, fantastisch. Want jij tweette ooit dit. Ik weet het zeker, halve sleeve gaat er komen. En toen werd het er iets meer. Dat is geen halve sleeve. Nee, dat was geen halve sleeve. Zeg maar, in 2012 was je ineens overtuigd van hij komt er. Ja. En waarom dacht je dat? Je had een documentaire gezien over tatoeages. Nee, ik had denk ik mijn tweede gezet. Ik vond het gewoon ineens heel mooi. Het werd gewoon een soort van aantrekkelijk ding voor mij. Hoeveel tattoos wil je nog als je dat zeker weet? Nou, ik heb op dit moment dus twee tattoos. Ik heb deze. Ik ben heel benieuwd naar dit antwoord. Ik ook. Ik weet het niet meer. Ik ook. Een soort triple Dionne hier nu. Ergens is het fout gegaan. Ik heb je hele Instagram afgespeurd. Fijn. Want elke keer als jij een tatoeage nam, vond je het nodig om dat te delen. Ik heb er nog één. Ik heb er nog één. Doe je dat nog steeds als je een nieuwe hebt? Ja. Echt? De Onnefamilie tattoo. Ja. Spijt van? Nee. Nee? Nee hoor. Oké. Ja. Dat heb je nog steeds? Die heb ik nog steeds. Oh ja. Oké, ik ga bij elke vraag of je hem nog steeds hebt. Ja. Een soort halve penis op je vinger. Ja, dat werd een iets anders. Het was of een strontvlieg, of een bij, of een strikje. Maar, of een halve pik, dat zag ik erin. Of een halve pik. Zo'n balzak met een... Twee piemeltjes eraan. Ja. Ja, hond met een poepgat, niks mis mee, hartstikke leuk. Wat, een hond met een poepgat? Jezus. Een poepgat? Ja. Er komt ook een luchtje uit. Love life. Love life. Dat heb je nog steeds. Nog steeds. Want you love life. Lijnen. Ja, I love life. Love life, want you love life. I love life. Zou je het aanraden op je vingers? Het doet wel echt heel veel pijn. Ja? Maar oké, okay, maar dat is tijdelijk. Ik vind het vet. Ja. Ik hou ook nog gewoon meer op het vingers. Zou je het bij mij ook vet vinden? Ja. Ja? Nee. Mm. Deze vind ik wel best wel vet. Deze. Die is leuk, hè? Ja. Ja. Tering vet vind ik deze. Waarom vind ik deze zo vet? Weet ik niet. Omdat die niet helemaal klopt. Snap je? Hij is een beetje, nou niet klopt, ja, maar hij is een dat beetje... Dat komt ook omdat hij onder mijn oksel staat. Dus hoe je beweegt, zo komt hij ook een beetje zo... Ja, ja, ja. Maar ik als vind ik het een wel beetje zo ga, is hij echt heel raar. Als hij zegt, ja, thanks. Heb je oksels geschoren? Ik heb bijna geen okselhaar. Oké. Okay. Ja. En een soort datum, wat 4 juli 2010, dat is natuurlijk jouw verjaardag. Nee, oh. 4 juni ben ik jarig. 4 juli is de datum dat ik op reis ging naar Spanje met mijn moeder... om aan mijn eetstoornis te werken. Okay. En dat heeft mij heel erg geholpen. Dus dat is een soort van mijn datum dat ik het heb overwonnen. En dat is natuurlijk de hamvraag. Hoe fucking veel money heb je wel niet besteed aan tatoeages, denk je? Ik heb geen idee. Nee, maar er komt een soort van berichtprijs in je hoofd op nu. Dat kan niet anders. Nee, ik heb... Al dit, gewoon al dit, hoeveel heeft het je gekost? Ik denk zelf om en nabij de 15.000 euro. Dat zou best kunnen. Dat denk ik. Ja. Als ik alles zo een beetje zie. Ongeveer. Ik weet het niet. De tijdcapsule. Oh, jee. Opgegraven uit 10 jaar geleden. Toen de oorlog net voorbij was. Wij dachten 10 jaar geleden wat leuk. Als we allemaal foto's van je exen erin stoppen. Yes. Ja. Yeah. Leuk. Leuk voor later. Leuk voor later. Jij hebt natuurlijk relaties gehad met mensen. En dat is prima. En dat heeft je gevormd. En dat is fijn. Maar er was één persoon. Waarvan jullie volgens mij allebei hebben besloten. Om alles wat er ook maar te vinden was over jullie offline te halen. Die persoon heet David. Ja. En jullie hebben besloten om alles eraf te trekken. Ja. Behalve iets wat ik heb gevonden. Nee! Nee, wat heb je gevonden? Nee, wat is dit? Even kijken. Oh my god. Hier. Kijk, daar sta je. Wat is dit? Dat is toch leuk? Hier staan jullie gezellig naast elkaar. Wat erg, wat heb je in het diep dal moeten graven? Ja, hè? David, neem je vriendin mee. Sorry. Dan neem ik een vriendje mee. Jij bent mijn vriendje toch? Dan nemen wij jou dus mee met z'n tweeën. Oh, ja. Lekkere trio's. Hè? Ja, nou, minimaal. Eerste reactie. What the fuck? What the fuck? Nee ja, kijk, dit is toch, dat bedoel ik, het is een reinigingsproces. Dus ja. Je hebt het dan gewoon nog één keer zo. Oh, aandrang. Ja. Spontaan verkakken. Wil je iets kwijt over je periode met David? Want het lijkt alsof jullie alles grondig verwijderd hebben. Dus dan ben ik wel benieuwd waarom. Ik weet niet. Iedereen kan ik wat vinden, maar van David niet. Van die ex daarvoor kun je ook niets vinden. Het was nog net een beetje die tijd dat Instagram er niet was. Facebook hebben we toen niks opgepost. Alleen maar filmpjes. En die filmpjes die hebben we denk ik, ja, ik weet niet. We waren beide gewoon zoiets van, oké, wis. Okay. Dan kan niemand er nog iets over kwijt. Maar ja, blijkbaar toch wel. Kai van der Ree. Ja, charming. Charming.
Jeetje, dit hier. Is 2014. Hartje erbij, love you so much. We gaan straks samen op Omegle, zoek op Soos. Krijg deze bezoek van deze aap. 4 jaar geleden. Lekker toeren in Kai's nieuwe Jeep. Gezellig weekendje, jij lijkt hier niet eens op jezelf. Nou ja. Babe, nou ja, prima. Ja, toen was er nog... Hier zag je er wel uit als een soort webcam. Wat zeg jij? Nee, grapje. Grapje. Dit is toch een gezellige foto. Dit is best een leuke foto, ja. Ga ik even over? Nee, ik wil het niet zien. Ik wil het echt niet zien. Ben je even heel eerlijk bij? Ik wil het echt niet zien. Oh, jongens. Ja. Ik ga weg. Ik ga weg hier. What the fuck? Hoe kan je dat nou zeggen? Ah! Dacht je serieus dat niet zou werken, dus je gaat maar gewoon fucking vreemd? Hallo? Ik heb zoveel spijt ervan. Nee, zeg gewoon even. Ik wil dit echt niet zien! Ik vind het zo erg! Ja, dit is ook erg. Ik vond jullie echt wel leuk samen. Ik vond jullie ook heel goed bij elkaar passen. Tot dit moment. Dit heeft me echt... Dit zag ik, toen dacht ik... Deze was toch offline? What the fuck, dacht ik. Ja, niet zo leuk. En het was echt. Het was echt. Het was echt. Dit was echt. En het was ook echt niet leuk. Jezus, wat erg. Maar dit is ook niet mijn ex. Nee, maar hier moet ik toch even wat over zeggen. Is goed. Wat zeg het maar. Nee, maar dit is actueel. Dit is best wel gaande. Dat dit een soort ding is voor dit de. Is een soort ding. Voor de jokes. Ja. Maar dat je donders goed ook weet dat mensen ernaar kijken. Ja, maar ik word heel vaak gebruikt voor de jokes. Ja. Ik heb altijd een nep relatie. Ja, nu weer. Met Enzo, met Linktijger. Juist. Dus gewoon, ik word altijd gebruikt als het grapje, het is mijn vriendin niet. En toch trekken we gewoon even bijna 1 miljoen views naar binnen. Dankjewel, Dionne. In 2013 stopte je met YouTube. Klaar, punt erachter. Gekapt. Het is mooi geweest. Ja. Ik ga het nooit meer doen, dacht je. Nou, inderdaad. Echt? Nee, ik dacht meer van, nou nu even niet. Ik heb geen zin meer, ik heb een fulltime baan. Ik ben moe, ik heb een huis, ik heb een hond. En ik was het even zat. Waarom ik gestopt ben met YouTube? Omdat ik me niet wil identificeren met degene die ik was in mijn eerste video's. Wie is dat trutje? Dat heb jij geplaatst in 2013. Ja, leg uit! Ik was ook gewoon, weet je, ik was hier wel heel hard voor mezelf. Vind ik ook. In 2014 pakte je de draad weer op. Ja. En toen gebeurde dit. Hoi! Ik denk, laat ik gewoon maar eens een keertje weer een video posten. Ik was niet meer trots op de filmpjes die ik aan het posten was. Ik vond het eigenlijk gewoon allemaal niet meer zo leuk. 5 jaar geleden. 5 jaar geleden. Bam, en daar ging je. Ja, 1 jaar lang nog wel even een beetje... Ja? Ja, en toen 1 jaar later begon ik met leuk of meuken. Toen ging het... De tijdcapsule is opgegraven, dames en heren. Wat zit erin? Een mic. Want je kan zingen! Yay! Ja, je kan wel echt zingen. Je eerste cover op je kanaal. Oh. Lights reflect from your shadow. It is more than I thought could exist. Nou. Dit heb je ook sneller opgenomen en dan vertraagd. Ja, creatief was het wel. Ja, dat ziet een gemiddelde kijker niet, maar... Ik heb ook de audio zelf opgenomen. Als ik terugluister, denk ik... Met een iPhone. Dat was niet heel slecht. Nou. Nou. Oh, dat had ik kunnen weten natuurlijk. Stay radical! Stay radical! We waren alles behalve radical. Wil je daar nog wat over zeggen of zullen we gewoon kijken? Ja, we gaan gewoon kijken. Ja. Maar wat was dit? Stay radical. Kijk, ik werkte heel lang op een klantenservice. Allemaal hartstikke gezellig, leuke mensen. Ja. En toen kreeg ik een aanbod van Mediacraft. Mediacraft! Mediacraft! Ook failliet, klaar. Sloes, ook failliet. Op. Niks meer aan doen. En of ik in het groepje wilde zingen voor hetzelfde loon als dat ik verdiende bij... Bij de klantenservice? Ja. En toen dacht ik, nou, ik wil natuurlijk liever zingen. Dus toen zei je ja. En doei. Voor je het weer stond je op Centraal. Ik mag meedoen aan It Takes Two en dat is echt het meest leuke avontuur wat ik ooit in mijn leven heb mee mogen maken. Het is intens. Het is zo leuk. Het geeft mij zoveel positieve energie. En toen deed je mee aan...
It takes two, baby. Just me and you. Inderdaad. Ja. En die won je, godverdomme. Lekker. Godverdomme. Niet aardig. Die won je gewoon. Ja, die won ik. Je hebt gewoon gewonnen. Ik heb gewonnen. Lekker. Ja. Dat kan Stefan niet zeggen. Haha. Stefan wel heel lekker gedaan. Ja, Stefan wel echt. Ik vond het zo leuk om te zien en aandoenlijk en zo alles. Ja. Ik vind het is ook gewoon doodeng, hè? Ja, is dat zo? Ja. Is dat echt? Ja, je staat er echt in bloed te schijten. Ik was echt ziek. Gewoon van de zenuwen. Echt. Niet van de anorexia, maar gewoon van de zenuwen. Dat kan niet, hè? Was dat de grens? Heb ik zojuist de grens overschreden? Ik denk bij het mij was. Niet, hoor. Oh, spannend! Dit is ook spannend, de tijdcapsule. Wat zit erin? Inderdaad! Hey! Het roze haar! Ja, man! I love it. Still love it. Dit had jij? Ja. En jij dacht, ik ben zo alternatief, ik ga gewoon roze haar nemen. Nee, ik zeg niet dat ik heel alternatief ben. Ga hem niet helemaal zo. Ik ben helemaal niet alternatief eigenlijk. Nee, helemaal niet. Helemaal niet meer. Ik bedoel, je hebt alleen maar 500 tatoeages. Ja, maar dat is echt het enige. Staat jou wel heel mooi. Ja? Ik zou het doen. Zou je het doen of zou je mij doen? Ja, ik zou... nou, daar zit gaan een groot verschil tussen. Nee. Weet je wat het is? Je bent nu een soort van roze Bon Jovi. Shut to the heart! And you're too big on it. You give love a bad name. Kom je weer met je kotsbak? Ja, deze. Soms is hij echt in leven op zichzelf. Ja, ik zie het. Yeah! Het zit erin. Jelle Biel! Dat zeg je ook echt al. Als een meisje van 6. Die het al heel vaak heeft gedaan. Maar, kijk, ja, we komen natuurlijk redelijk snel aan bij Leuk of Meuk. Het is allemaal heel erg leuk. Tweede leuk op meuk. Ik heb dit laten inpakken. Kijk hier. Superleuk. Dinosaurus ei. Dit is de eerste. Ja! Ik wil het eerst rotzooi testen noemen. Rotzooi testen? Rotzooi testen. En toen wist je niet dat het je fucking biggie zou maken. Nee. En toch is het gelukt. Je hebt ook jouw allereerste meuk in de tijdcapsule gestopt vroeger. Dit was de allereerste meuk. Dit vond je helemaal kut. Helaas ben ik een klein beetje teleurgesteld. Ondanks dat ik het heel schattig vind, geef ik dit toch een meuk. Ik had niet gedacht dat ik in mijn tweede video van Leuk of Meuk al een meuk moest geven. Kut. Nee, man. Hij is kapot. Nee. Oh, dat was de bedoeling. Niet. Oh. Nee? Hè? Huh? Hier is hij. Waar is het? Nee. Hij is kakaduuk. Godverdomme. Als je nou, kijk, nu is die heel leuk, maar als je hem in water doet, dan wordt hij helemaal dik en dan wordt hij soort van opgeblazen. Oh ja, weet je wat leuk is? Wij hebben samen ook een video gemaakt aan Leuk of Meuk. Maar en deze die is echt hand toe vaak bekeken. Oh. Mogen we het aanraken? We mogen het aanraken, we mogen het in ons mond stoppen. Ja, we moeten... Yo, hier zit plastic omheen. Hier zit nog een plastic, joh. Oh, kijk, wat leuk. Kijk eens hoe lief. Dit is ook best wel een leuke video, kan ik me herinneren. Ontzettend leuke video. Ongekend leuk. Ongekend. 20 minuten lang dingen uit. Kiezen en leuke of meuken. Ja. Ben je nou niet op een gegeven moment, heb je niet alles een beetje gehad qua leuk of meuk? Ja, zeker. En dus nu is het ook wel gewoon een ik beetje... Ik kom nu op dat punt. Ik ga het waarschijnlijk ook zeg maar de komende tijd op een andere manier uploaden. Dus het wordt gewoon als ik een leuk product heb of een ander idee heb, dan komt er een leuk of meuk en anders komt er iets anders. Het kan van alles zijn. Fortnite video's. Yes! Yes! We gaan simsen. Mocht ik nog een keer, collab willen of zo met David of zo, dan moet je me even aangeven. Ik heb nog wel een leuke prank. Met Kai. Hou op hoor. Ik denk dat wij over 10 jaar maken wij gewoon weer een nieuwe video. En die noemen we gewoon extra raden van Dionne. En die gaat 2 uur duren, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Maar die wordt wel heel leuk. Dankjewel dat je erbij was. Abonneer op mij, abonneer op haar, abonneer op het leven. Geniet ervan. En dan tot later. Doei. Ciao.